Na de zomer kun je je aanmelden voor 2 dansgroepen van de Meerpaal in Dronten. Nou, aanmelden. Bastiaan, je moet auditie doen. Oeh, dan wordt het al wat lastiger. Je bent er zomaar niet. Amariske Brands, goedemorgen. Dansdocenten bij de Meerpaal. Goedemorgen. We hebben het over 2 groepen. Wat zijn dat voor groepen? Ja, het zijn 2 verschillende selectiegroepen, noem je dat dan. Hè? Omdat er wordt auditie voor gedaan. Er is dus een geselecteerde groep. De 2 groepen, de ene is een showgroep. Dus vooral op performance gericht. Je gaat allerlei optredens doen en vooral daar ervaringen op doen. En de ander is meer een talentontwikkeling groep. Waarin leerlingen ook vooral zitten die eventueel misschien wel door willen. Ook in het werkveld of naar de academies. Ja, Leo zei het al. Je moet auditie gaan doen. Waarom is dat eigenlijk? Dat is omdat als je leerlingen in een bepaald niveau bij elkaar krijgt. Dan kan je ze naar een volgend level tillen. En als er te veel verschil zit daarin. Dan hebben vaak de leerlingen die het snel onder de knie hebben, die vervelen zich sneller. De leerlingen die het minder snel onder de knie hebben, moeten heel hard werken. Dus als je met elkaar op een beetje 1 niveau zit, dan kan je samen naar het volgende niveau. En om nou een beetje kans te maken om in die selectiegroepen te komen, hè? Dat is pas in september. Is het dan handig om deze zomer flink te oefenen? Het helpt altijd. Ik denk danservaring is wel 1 van de vereisten. Voor showgroep is het in ieder geval 2 jaar toch wel danservaring. Voor danslab is het niet echt aan jaren, maar is het ook vooral wat heeft de danser te brengen. Maar is ook wel een technisch hoog niveau, dus ook daar is ervaring eigenlijk wel een vereiste. Oké, dus ik kan er niet meer zoveel aan doen als ik die ervaring niet zou hebben. Ik zeg nooit nee. Weet je, je kan altijd proberen. En 2 jaar is ook een richtlijn bijvoorbeeld voor de showgroep. En voor Danslab geldt eigenlijk hetzelfde. Kijk, sommige leerlingen weten in 1 jaar zo'n ontwikkeling door te maken, terwijl een ander daar 5 jaar voor aan de ploeter is. Dus dat is per individu heel verschillend. Ja, maar dans is toch eigenlijk ook gewoon voor de lol. Het is ook voor de leuk, voor de gezelligheid. Onderling en lekker trainen s'avonds, goed bewegen. Maken die niveauverschillen dan zoveel uit? Nou, dat is echt een hele goede vraag, want dit gesprek voeren wij ook steeds. Nou, kijk, de dansafdeling bestaat uit allerlei groepen, dus er is voor iedereen iets. Hè? Voor de leerling inderdaad, die vooral dat uurtje gewoon door de week gezellig en een heel stuk ook dat sociale. Aan de andere kant merk ik heel erg bij Danslab is dat juist doordat die interesse samen zo gedeeld wordt en iedereen echt dans als echt een passie heeft en er meer uit wil halen, krijg je een enorme mooie klik met elkaar. Je gaat ook heel veel ondernemen met elkaar. Het vraagt ook extra inspanning, zoals bijvoorbeeld in weekenden vrij zijn omdat je activiteiten hebt. Dus het vraagt wel iets. En als je dat samen deelt, diezelfde enorme hoeveelheid passie, dan levert dat juist ook wel weer een hele mooie klik onderling op. Oké, mensen die dat willen en mensen die onderop willen beginnen, kunnen allemaal naar meerpaal.nl/cursussen. Nog 1 ding, Amariska. Hoe doe je dat met die 1,5 meter? Ja, gelukkig in de danssector is het weer tijdens het sporten mag er weer het gebruikelijke contact worden gebruikt. Mag weer gehandhaafd worden. Dus eigenlijk binnen de dans hoeft het nu niet meer zo streng naar de 1,5 meter gekeken te worden. Nou letten we daar nog steeds wel extra op en zijn er ook allerlei maatregelen genomen. Maar gelukkig heeft het RIVM besloten dat dans onder de contactsporten hoort. Oké, dan kun je weer lekker van start gaan na de zomer. Dank voor deze vooruitblik en succes in het najaar. Yes. All right, helemaal goed. Dank je wel. Dat is Amariske Brands van de dansopleiding Meerpaal Dronten.